Het is vandaag vrijdag en het is, om precies te zijn, 7:40. Erg vroeg voor mijn doen en Dante, want die is nu ook wakker. Wij gaan vandaag naar de dierentuin en we gaan niet naar de dierentuin in Emmen, maar we gaan naar Burg Zoo in Arnhem. Ben ik nog nooit geweest en dan ga ik heen met mijn ouders en mijn broer. En ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik ben er dus nog nooit geweest en ja, mijn vader zei dat het een heel mooi aquarium was. En ik bedoel, mijn ouders die duiken, mijn broer. Dus het aquarium is natuurlijk wel heel belangrijk. Anyway, ik ben nu even de fles van Dante aan het maken. Die ga ik nu naar boven brengen en dan ga ik mezelf maar even klaarmaken. Dante! Ik ben inmiddels helemaal opgeknapt. Mijn haar gesteld. Ik zit altijd aan mijn haar. En daar staat een meneer. Ik kijk nog bij Pik en nu ga ik naar beneden. En dan gaan we zo weg. Ik denk dat het net iets na 9 uur is. En dan gaan we mijn broer ophalen en dan verder naar Arnhem. Dante heeft vannacht voor het eerst een hele nacht in zijn bed geslapen. En nou zul je wel denken, wat fuck. Hij is al bijna 1,5. Maar ja, dat ook nog niet. Maar ja, voor Dante is dat echt super. Bijzonder dat hij gewoon een hele nacht in zijn bed heeft geslapen. Dat is echt, wat een verademing. Hij werd dan wel om 7:30 wakker, maar dat maakt helemaal niks uit. Hij heeft gewoon in zijn bed geslapen de hele nacht. Het is 11:22. En 11:35 komen aan. Toch? Ja. Ja, nog eventjes. We have been arrived. In Burg Zoo, in Apeldoorn. Ligt Burg Zoo nou in Apeldoorn of nee. Arnhem? Goed. Ik ben nog nooit in Burg Zoo geweest. Koen ook niet, mijn vader ook niet, Nat ook niet, mijn moeder wel. Zijn hier ook bijzondere dieren, denk je? Ja. Bijzonder wat we niet in Emmen hebben. Waarom denk je dat Koen mag? Oh, haaien. Ik zei nee, dat wou ik niet zeggen. Pumba hoort hier te zitten, het rattenzwijn. When he was a young boy, and I was a boy, Hakuna Matata. En daar heb je ook nog een stokstaartje, dus kijk hier. Pumba, en daar heb je Timo. Je zit ook nog recht tegenover elkaar. Hallo. Welcome to the Bush Bush. Mensen, zoek de rog. Je hebt nu de tijd. Dun, 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 dun. Zoek de tweede rog. Dun, 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 dun. Tijd is om. Je ziet vast al één rog daar. En de tweede rog zit daar. Under the sea.
Under the sea. Het is zo mal om te bedenken. Dit zien we gewoon. Als ja, dat je, ja, als je duikt, dat je dit gewoon ziet. Ja. Zijn het allemaal visjes? Oh ja. Laat maar even kijken. Er is maar één. Er is maar één keizer. Zullen we nog een bloedspotter? Ja. Ja. We hebben helemaal geen, we hebben het informatieplaatje helemaal niet meer nodig op jullie. Nee, jullie kennen alles nodig. Uit jullie hoofd van de zee. Hoe heette die blauwe visjes, oftewel Dory ook weer? Surgeonvis. Hè? Doktersvis. Oh, surgeon, surgeon. Een doktersvis. Doktersvis heette. Nou? Dat is achter een lijf, vlakbij de staart. Dus het zijn hele scherpe, nou bijna nestjes. Daar kunnen ze zich mee verdelen. Ah, dit was onder de zeeles van Laurens Prins. Dus het is niet Dory, maar een surgeonvis, een doktersvisje. We zijn nu op safari, maar mijn batterij is bijna... We zijn weer in de bush, maar mijn batterij was op. Mijn batterij ging op in de safari en nu zijn we weer in de bush in Costa Rica. We hebben wat gegeten en toen heb ik snel mijn accu opgeladen, dus nu zijn we er weer. We kunnen weer vooruit, eventjes. Ik weet niet hoe lang. Welke nu komt nu aan? Nee. Ik kan je niet continu alles laten zien, want dan gaat mijn batterij heel snel op. Dus, maar goed, we hebben net een leeuw gezien en giraffes en antilopes. Gewoon wat je op safari ziet. Dit zijn pekkaard. Pekkaard? Pekaris. Oh, wat een kleintje. Oh, kijk wat lief. Een eenie minietje. Dit is een soort Noord-Amerikaanse pumba. En daar zit nog een kleintje. Als je van beren leren kan. We zijn nu in de Rimba. En er zijn beren. Er zit eentje in de boom. Zoek hem zelf maar op. Ik weet waar hij zit. Kijk. Hij zit. Daar. Volgens mij wijs ik heel anders op film dan dat je dit echt ziet. Ja, beren. En we komen nu aan bij... Oh, kijk, hier zijn de beren ook. Oh, jullie hoeven helemaal niet te zoeken. Mijn camera, waarom doet hij zo raar? Kijk, beren. Als je van beren leren kan... Het is mooi zien dat ze zo gaan zijn, hè?
Dat is alleen... zijn zoolgangers. Ja. Wat betekent dat? Dat is alleen, denk ik. Nee, niet zo lopen. Oh, op de zool. Dus niet op een tenen. Ja, ze lopen op hun zolen. Ja, ze lopen op hun tenen. En ze lopen heel zacht zo. Ik zen. Ik kijk voor jou en ik kijk voor haar. Ik snap er heel wat bij elkaar. En als jij een liedje voor je zingt, dan plens en plons. Zwem ik wat verder voor hem. Met de pieterpater, lekker in het water. Ga pas naar huis. Ik kan voor later. Met de pieterpater, lekker in het water. Ga vast naar huis. Nee, jij moet deze kant. Ik kan druppel later. Na 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 na. Waar komen we nu in? Na 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 na. Tigers. Tiger? Oeh, tijgers is echt een van mijn lievelingsdieren. Ja, wat doe je als je nat bent? Nou, dan verschoon je gewoon bij de apen buiten. Ja. Is dat leuk? Nee, dat is helemaal niet leuk. Gewoon met billen bloot. Het is alweer klaar. Ons bezoekje aan Burgershoe is ten einde gekomen. Maar eerst zijn we natuurlijk nog even in de gift shop. Waar we het een en ander hebben gekocht. En kijk wat ze hier ook hebben. Als iemand interesse heeft in olifantendrollen, neushoornsnotjes, pinguïntenen, apenkeutels, haaientanden of spinnendraden, ga dan vooral naar de souvenirshop bij Burgershoe. Ik vind het wel leuk bedacht. We hebben een cadeautje voor Dante meegenomen. Een rog. Maar Dante die is dus helemaal knock-out. Wat vinden we van Burgershoe? Ik vond het een leuke dierentuin. Een hele leuke dierentuin. Ja. Ja? Ja, absoluut. Ja. En wat vond Koen ervan? Wat vond jij van Burgershoe? Leuk. Ja. En Dante vond het slaapverwekkend. Ja, maar Dante valt nu pas in slaap. Hij is helemaal wakker gebleven de rest van het bezoek. Zo leuk. In Emmen sliep hij al eerder, dus... Kom, wij gaan onze mening in 30 seconden geven. Daar. In 30 seconden. Ja, daar zo. In ieder geval, ik vind Burgershoe een hele leuke... Ja, leuke dierentuin. Je bent echt wel de hele dag zoet ermee. Het is zeker het bezoekje waard. Want hoe lang is het rijden? Hangt er vanaf waar je vandaan komt. Als je vanuit Rode Groningen komt. 1 uur 3 kwartier? Ja, het is wel 1 uur 3 kwartier rijden waard. Zeker. Als je teleurgesteld bent in Emmen dat het een adventure park is en geen dierentuin meer, dan moet je zeker hier naartoe gaan. Perfect. Ja, vind ik wel. Kribbel aan je kind, Koen. We zijn inmiddels al thuis. En ik was al begonnen. We hebben pizza, pizza, pizza. En ik heb voor het eerst een nieuwe pizza besteld bij mijn favoriete pizzeria Rona. Dit is met ossehaas, balsamico, parmezaanse kaas, rucola en ik heb artichoke op gedaan. Een soort van carpaccio pizza. En wat zijn jullie nu aan het discussiëren op mijn vlog? Niks. Mijn moeder neemt geen pizza. Die wil ik. Ja, maar dat mag dus niet van mij. En Koen heeft... We gaan even allemaal, Annemiek. Gaan we even de rand zo uitsnijden. Ik ga Annemiek allemaal. Zeg maar alleen de rand. En we hebben wijn erbij. Proost op een hele gezellige dag. Proost! Yes. Ching ching. Ching ching. Omdat ik het zo leuk vond, heb ik ook maar een tiramisu meegenomen. En ik heb het meegenomen omdat mijn moeder er altijd vindt dat ze de beste tiramisu maakt. Ik moet zeggen dat die heel lekker is, maar die smaakt wel heel veel naar alcohol. Dus we gaan nu de test doen met deze tiramisu van Bella Sardegna in Rode. En we gaan ook kijken wat mijn moeder van gaat zeggen. Ja, ik zie hem hier toch? Tiramisu van Bella Sardegna. Ja. Lekker zeg, een puur beeld. En hoe is dit? Ja! Is dit tiramisu zoals voor te zijn? Het kan slecht. Ik vind hem niet slecht. Ik zeg het kan slecht. Ja? Ik vind hem niet slecht. Ja, maar wel goed. Mooi blaadje daarboven. Ja. Ik zou kiezen voor chocolade op. Ik vind het wel lekker. Hij is helemaal niet zoet. Ja. Zo van heel veel hebben. Dat hij echt heel vol is. Bijvoorbeeld dat je echt twee had. En dan denk je, jeumig. Hij is goed. Hij is niet smerig zoet. Dus ik vind hem wel goed.
Wat is je cijfer? Oh. Tussen 0 en 10? Mm-hmm. Nou, een 9. Nou, je hoort het. Als iemand van Bellenzak in je kijkt. Mijn moeder, de professionele, de koning van de tiramisu, geeft jullie een 9. Een 9! Als er nog vrijwilligers zijn om tiramisu aan te bieden die denken dat beter kunnen, meld je vooral even bij de Love Bagage. We proberen het graag uit. En pizza is ook welkom hoor, om te proberen. Het is inmiddels tot zaterdagochtend en ik was helemaal vergeten om de vlog af te sluiten gisteren. In ieder geval bedankt voor het kijken. Mijn batterij is bijna op. Doei! Duimpje omhoog als je het leuk vond.